Vandaag is er een mix van zon en wolkenvelden. Met name in de kustgebieden veel wolkenvelden en daaruit ook buien. En die buien kunnen gepaard gaan met onweer, lokaal ook veel regen en ook windstoten zijn niet uitgesloten. De meeste buien vallen in de westelijke kustgebieden rond het IJsselmeer en later vandaag ook in het noorden op de Wadden. De temperatuur vanochtend rond een graad of 19 en die loopt vanmiddag uiteindelijk op naar zo'n 20 tot 23 graden. Er staat een stevige zuidwestenwind, meestal matig boven land en krachtig aan zee, windkracht 6. Vanavond neemt het geleidelijk het aantal buien af, wordt het op de meeste plaatsen droog en klaart het ook breed op. De temperatuur daalt uiteindelijk vanavond naar zo'n 19 graden en ook de wind die neemt weer iets in kracht af. Morgen ziet het er iets vriendelijker uit, ook dan een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Maar het aantal buien is een stuk minder dan dat vandaag en de buien zijn ook een stuk minder intensief. De temperatuur daardoor een graadje hoger dan vandaag met 20 tot 24 graden. De komende dagen dan blijft het licht wisselvallig zomerweer, want met name vrijdag vallen nog een aantal buien, opnieuw met kans op onweer. In het weekend is het grotendeels droog, maar de temperatuur die blijft geleidelijk, maar alleen zondag kan het lokaal zomers warm worden. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl.